Vertelselke van een strootschaander. We zitten al in seizoen nummer 5. En dat lied. Van Gembrugge nog het einde van de wereld. En dat is hier aflevering nummer 1. Is weer een van mijn moeten duurt. Mijn oor wordt blinder en mijn uren schuurt. De berg af worden duurt gewijn. Maar kweunen wou en geld. Ik kon ik hem afvertrouwen. Ik ben er niet voor nostalgie. Maar vertellen over wat er moet komen, dat is niet vertalen, dat is verspelen. Mijn vertaalstukje gooit dus gooi over wat er geweest is. Ik begin negeren in 1971 in Gembrugge. En dat is meer dan 50 jaar lang. Mijn Gembrugse jeugd was zowat op zijn eind aan het lopen. En ik was precies begost mee volwassen te worden. Ouder worden, dat doe ik nu. ...1971... dat was het jaar van de oorlog tussen India en Pakistan. En dat legde hem erop aan om de derde wereldoorlog te worden. Wordt er wel maar 14 dagen geduurd. En het eindigde met de oprichting van onafhankelijk Bangladesh. Als je nog eerder gooit, moet je bot mee pakken. Want Bangladesh is aan het overstromen. En de mannen van de Club van Rumen worden in die tijd, in 1971... nestig aan onder een beroemd rapport aan schrijven. Het rapport van de Club van Rome. En daarmee kwam de milieubewegingen goed op gang. In 1971. En ik was 22 jaar en juist afgestudeerd. Ik wilde met mijn VES universitair diploma economische wetenschappen en lag mijn voeter aan de stoot gaan werken. Ik dus solliciteren, brieven schrijven, naar al wat ik tegenkwam, dat kostte pauze. En dan niet te privé was. Van de Nationale Bank rappeleer ik me het dik tapiet in de gang. Tot dan mijn knoesels. Waardoor ben ik niet moeten werken hier. Bij de Nazerweg de KUK-examen. En achter heel jaar wachten. Ik werd toezallen. Kreeg een brief. Dat ze maar gingen laten weten wanneer dat ze het tweede deel van het examen gingen doen. Van de boerenbond heb ik via gehuurd dat ik te aristocratisch zou geweest zijn. Maar, achter een paar vijven en zessen mocht ik beginnen bij de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, de NMKN. Juist op tijd om te kunnen trouwen. Achter het raam moet solliciteren. Wel achter een medezoekderzoek. Ik weer goedgekeurd. Alleen.
Op het einde van dat onderzoek moest ik mijn broek laten zaken. En die dokter stak ze lang tussen mijn been. Ik weet nog niet waarvoor. Maar al mijn keer moest ik pauzen. Zijn die de proef van maart 1860 wel goed was aan denken. Maar ben er toch in gestopt. Het is toch overal. Gij zult werken in het zweet des aanschijns. Ik ben dus voor de nieuwste keer in mijn leven gaan werken. Maandag. De 3 januari 1972. Was in feite niet echt de eerste keer. Ik ben niet nog 2 weken schoolmeester geweest in de Voskeslooi. Maar dat was in feite niet werken. Dat was door zo slecht georganiseerd dat ik op die 2 weken maar 1 uur les heb gegeven aan 5 leerlingen. Al die andere uren waren vermoest wegens van alle soorten kluterijen. Ik heb dus maar ontslag genomen. Dat was beter. Zowel voor mij als voor die gasten aan wie dat ik lessen moest geven. Januari 1972 dus, maar de eerste dag in Brussel. Ik was er in taaien. Ik was de weken van tevoren al een keer op verkenning geweest om niet verloren te lopen. De berg op, van het Centraal Station naar de Porte de Namur. Maar het was geen aanvangst, het was stokking in de banken. Daar stond toch een stokkingspiket. Nuttig was dat niet, dat piket. Er waren geen werkwilligen. Zus maar ik, want ik moest nog mijn contract tekenen. Ik doe dat, heren. Uitzoeken wat er op een bepaalde dag gebeurd is. De dag dat ik geboren ben, bijvoorbeeld, is het boek van George Orwell, 1984, verschenen. Als je 3 januari 1972 googelt, dus vind je dat een bruut die dag 13 frank 80 kostte. Het was die dag juist opgeslagen. Maar het was niet dat je, als je bij een bakker een bruut van gisteren vroeg, dat je de prijs van gisteren betaalde. Een bakker bruut, ja, maar 13 frank 80. Voor de rest is er die dag niets speciaals gebeurd. Alleen. En als symboliek kost dat wel taal. Als je van Gembre gezet. En als je 2 grootvaders drukkers worden, worden van hier bij de vooruit. Op 3 januari 1972 is Frans Mazereel overleden. Voor wie dat Frans Mazereel niet zo ken. Frans Mazereel. Wel geboren in Blankenbergen, maar in feite Gentenaar. Hij was pacifist,
opposant, strader voor solidariteit, maar vooral grafisch kunstenaar. Groet, grafisch kunstenaar. Die onderschatte Gentenaar moest in feite een standbeeld krijgen als uitvinder van de graphic novel. Het stripverhaal met alleen maar zandjes. Hij heeft alle strooten naar hem genoemd in St. Mansberg. Maar dat strootje wordt een beetje smal op het eind. Het zou wel brieren mogen zijn, zijn strootje. Voor Masriel. Internationaal erkend grootmeester van de houtsnede. De houtsnede, of xylografie om een moeilijk woord te gebruiken, dat is de wiege van de boekdrukkunst. Hij heeft dat groots weergebracht in de 20e eeuw. Maar later meer over Frans Masriel. We zitten dus nog altijd op 3 januari 1972. Maar de nieuwste werkdag op een bureau. De nieuwste van de 8.387 die nog moesten komen. Ik heb er 38 jaar vuurt gedaan bij het blauw fabriekske. Gelijk gezet, ik was 22 jaar en al door met een trein van Gembrugge naar Brussel. Met een trein, dat wil zeggen, abonnement niet thuis laten liggen. Kan gebeuren, hè? Dat is maar gebeurd. Wordt gewoon kostuum verwisseld. Zien dat een zitplaatsen had, liefst aan het vaster, met een asbak. Mensen die je niet kent, je moet dan niet aanspreken. De mist en dan negeren. En ze steken nog al zetten nog omhoog, nog omhoog. Dat op de trein geen brandend stekje mocht weersteken in stekkendusken. Dat is godvrije branden. En van het verschieten smet ik dat weg van mij. Tussen de bieden van die madame die recht over mij zat. Schoon te laken. Het was niet expres, hè? Maar ik was toch blij dat ik de plaatsen maar wezen gekregen. U geleerd dat je op vrijdagavond was geafstapt, niet zegt tegen de medepassagiers. Tot moeindag. Morgen zegt tot moeindag. Als ik de lotte niet gewonnen heb. Maar dat was een lolken, hè? Dat was om te lachen. Het is natuurlijk altijd overal die op de 20e al paas en onder pensioen. Maar dat is maar een minderheid. Het was nog een redelijke tijd. Een tijd dat er niet weer gesproken van burn-out. 40 uur weken. In allemang de vijfde naar huis. Die taart van te vijven allemaal naar huis, dat is gepasseerd. We zitten nu in de taart van Sint-Burnout. De taart van de zierlupers. Vroeger werd de schief bekeken als je te looit ertoe kwam. En nu moet je excuseren als je op taart wilt vertrekken. En kende dat? De efficiëntiewensten? Dat is een ander woord voor onbetaalde overuren.
Dat wordt de efficiëntiewinsten. Is uitgevonden door de categorie dat soort gasten, waarmee een horloge rondloopt, dat deertres als een eensgezinswoning. Maar hetzelfde soort dat wel de schoolmeesters en de ambtenaren en de wol uitmokt voor luiers. Het soort dat de vluchtelingen gebruikt als verdoken sloven. Het soort dat vliegend schaat krijgt als ze een van de vakbond tegenkomen. Zulder die zich werkgever noemen, over wie de Aline het eigen profaat telt. En de achterwerkende vlommingen, ze lupen. Ze lupen als morzierder. De berg op, nog niet vrangst. De zierlupers. Zet er maar nog een tandje bij, kruipt de mugen op uw lieren, stikt de jagen mooi voorbij. Altijd meestal deuren tijd, de drie spelen in een taart. Mijn een tjeu van komst en troosten, in hun leven is adequaat. Ras heb nog niet gelezen, klooster heeft nog niet gehuurd. Wat was dan met die Chinezen en wie heeft er weer vermuurd? Uw mailbox controleren, kak uw boot is het al vol. Zieren nog wat telefoneren, uw Facebook sloot op vol. Facebook grap nog geen draaien, interesseren weer een orier. Want dat pakje moet nog komen, ze biedt lijkst op plankeer. Heel wat zijn ze door aan het zeggen, urkt als een bak in grond. Zieren rond de toffel lupen, kak uw ruggen tegenkomt. Slovendom, altijd in uw beste kleren. Ai, dat streepje ligt wat krom. Koersen spurten, demareren. Zie dat de van veuren stoort. Denk eens doen om te blageren. Begrijp een bril op het privoort. Dan moet je dak nog isoleren. In een meter drooi verzot. In uw keuken renoveren. Want de pomp zijn is kapot. Je hebt toen zoveel uren drooien. Alle rekeningen stonden in truut. Hier en door wat baan verdienen. Gestakt en heel ingezet uit. Post de zieren, lukt plezier. Vind wat nieuwe Slovendom. Alles zijn ze typen lijken. Schachten verder naar gedoom. Altijd neest in deuren tijd. Oei, ik is hier aan mijn hertentje, bij mijn leven kwaad. Met dubbelkraat, met een tjeu van Kroos en Trooissen. Moet de leut is adequaat. Man en hoofd, die moet nog dwalen. Duiven schaten overal. En die spinnen in mijn ogen, maar een buks is per totaal. Een beetje in de zon zit, met je voeten in het zand. Boor is nog de kaalder wit, in de zolder moet aan de kant. De plasje van de kuiper schuren, door verrester geen een taart. U knieven de vuiltalure, het ticketje is adequaat. Hostezieren, lupmozieren, leg een kikker mee en haar. Let maar goed op uw horloge, want een dag is rap voorbaar. Al dat meeste deuren tert, de drumen spelen in de taart. Door een toekomst in de verte, mijn rugzak voor mijn spaat. Hostezieren, lupmozieren, leg een kikker mee en haar. Let maar goed op uw horloge, want een dag is rap voorbaar. Al dat meeste deuren tert, de drumen spelen in de taart. Door een toekomst in de verte, mijn rugzak voor mijn spaat. Ik zie ze geen lupen, die zierlupers. Maar die een rugzak vol met spaat, heb ik nul gedreig. Ik heb me ooit altijd goed geamuseerd aan mijn bureau. Ja, en daarmee, ik al door, al fluitend naar Brussel, in kostuum, met een plastroom, een einde zelf gestreken en gesteven, blinkende schoen,
in mijn attaché-kees. Niet mijn rugzak. In die tijd waren rugzakken was voor bij de scouts. Of om op razen te gooien. Zelfs met vliegtuig. Ik in 76, naar Haiti, met een rugzak. Later Thailand, met een rugzak. Maar daar kom ik later op terug. Naar Brussel met een trein had ik 20 jaar gedaan. Met een trein, attaché-kees en met mijn gazette. Gazette de Vooruit. Dat was de werkgever van mijn grootvader, Isidor. Uk van de Brugse buurt. En nog Hembrug verhuisd. Voordat een uitgever werd opgekocht door Van Tilo en zijn compagnie. In mijn gazette keek ik altijd eerst naar de annonces. Maar na annonces van de NMKN, het Blijf Fabriekske, en de die van de concurrerende bank. Daarachter liet ik maar toe te lezen wat er in de wereld gebeurde. Bijvoorbeeld van de Yom Kippur-oorlog 1973. De oorlog van Israël, die gold dan hier, vrijwel een nuk-oorlog voerde, die gold dan hier eerst heeft verloren, maar op het einde toch heeft gewonnen. Ik laat dat allemaal weten. En in de regio is nooit meer goed gekomen. Achter Yom Kippur gebeurde er in feite een heel tijd niet veel bijzonders. Geen spektakel op de internationale scène. Alleen een paar kleine oorlogsjes en toch zoek nog nul in Europa. Met uitzonderingen van de kabeljauwoorlogen tussen Engeland en IJsland. Maar door ik niet veel spalen. Ze is maar in een duur. Het is nog per ongeluk. Er zijn twee buurten tegen elkaar gebotst. En de neeltrigger viel met zijn hangen in zijn plonkaas. Dat was dit. En gedurende al die tijd las ik op de bladzijde binnenland een stofig en graas vertaalseke zonder einde. De flatse klap van heel die serie Tjeve, die al die jaren als eerste minister ons lang bestuurde. Een paar keer Tendemans, Van den Boeinangs, veel keer Martens, ook nog Aaskes. Soms stuip met de liberalen, soms met de socialisten. Eén keer met Le Burton, mijn dingen struikelde over Ibramco, en wij moeten wachten tot mijn pensioen, nog een keer een socialistische eerste ministertuin in België. Elio Di Rupo. Maar heel die tijd, als die hartzwam, die schimmel, met al zijn wortels, die de ongelijkheid heeft gemokt, niet kunnen tegenhouden. Thank you.
Mortungs. Tungs in 1979. Brost een oorlog in Afghanistan. Verloren door Rusland. 2 miljoen duur. Gorbachev riep zijn Russisch kanonnenvlies weer naar huis. Maar in Afghanistan is blijven verkeerd gooien. Nu nog altijd. €2 miljoen duur, dat is evenveel als de Cambodjaanse duur die Pol Pot op zijn geweten heeft. En toen in 1991, toen begonnen de Joegoslavische oorlogen. En gender aan ze 10 jaar hoe de Balkanen gevochten. En vrije lelijke dingen gedaan. En dat was wel in Europa. Maar in 1992, dat was dus in die periode dat de Serviërs, de Kosovaren, de Bosniërs, de Slovenen, de Kroaten onder elkaar aan het vechten worden. En het was ook in 1992 dat ze in Brussel zei tegen mij: vanaf volgende maand gaat je in Gent werken, maar je moet er niet bij inzitten. We gaan nu daarvoor wat meer betalen. Echt, oorige gasten dan die banken. Ik kan dat uitleggen zo, maar dat zou mij te ver leiden. Dat is voor een andere keer. En nu doen we een entract. Dat denk ik van Gent en al die verre landen, dat is voor een volgende keer.